Zo, update, update, update. En ik ga eens even die stream eens even opnieuw starten. Kijken of dat helpt. Zo'n groen eens even opnieuw starten. Misschien dat dat helpt. En verwacht dat de scan klaar is. Ja, die 911 operator die gaan we zeker weg. Oh ja, of kan was leeg. Dat is het. Of 12. Ja, dat zullen we niet meer doen. Anders spreek ik weer in de nacht dadelijk wakker. Nou is er 30% in use. Wacht, jij mag stoppen. Dus ik heb morgen zondag. Ja, kan ik nu 30% RAM in use hebben. Ik heb 700 MB op mensen. Oké. Voor mij mis ik wat RAM, maar dat zal wel. Wacht, ik ga hem opnieuw starten. Je hoeft niet op 1260p, gewoon 360p. Iets geks, Xbox. Je hebt ook met 1080p schermen, dus waarom zou je in 2160 gaan streamen? De drive moet ik nog even opnieuw openen voor straks. Zo, en dan kunnen we beginnen. Deze had ik al een tijdje erin staan. Weet ik niet of ik die nu uit Humble Bundle had of dat ik die daadwerkelijk gekocht heb toen de tijd. Ja, is wel een single player game. Even dus toch. Die staat nu wel op het zak. Engels GPU auto save. Performance. Oké. Dank u. Nou, nieuw game. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Niks anders. Nou, begin in the morning. Storytime. Cora provides the classic Gaia experience. As the challenge curve rises slowly but steadily, Cora will hit you with a rate of 2, then give you a reward. Then hit you again with another rate of disaster. Recommended for beginners. Then to give you more rewards than disaster, but this rate will hit you just as hard as the other storytellers. Oké, dus dit is makkelijker dan. Oh jezus. Doesn't care about anything, oké. Nou, laten we maar op Cora zetten. Dat laten we normaal. Iron. Wat is wel beter? Tutorial. Start. Waar mag ik dat typen? Ik mag niks typen. Oh, wacht. Ik zie het al. Hier. Wauw. Dat is ook niet echt logisch, hè? Oké. Dat was awkward.
saving chunks. Ik heb ze apart van de immersion container. Dat zal wat ik ben. Emergency landing successful. Survival guide activated. Name, Astral. Purpose, PDA assistant. Recommend salvaging emergency supplies from inside the pod. Placing down the main assembler ASAP is critical to your survival. Recommended position, within 50 meters of the escape pod. Okay. Nou, is wel even benieuwd of ik die wel. Well. Building main assembler, make sure grabbing main assembler of a container, you can access the building menu by pressing B. Access the main assembler crafting menu by walking through it and left click. Wildlife scan completed. Multiple creatures on this planet display higher than average levels of intelligence. Recommend caution. Condition, misc, energy, ship, furniture, turrets, assemblers. Main assembler. Ik zie al een beetje uberlak. Dit lijkt... Het is wel een beetje goed te zijn. Oh, ook een zeg mag niet verder dan dat. Multiple hostile life signs detected nearby, including the legendary weevil bugs. Weevil bugs? Glossary updated. Recommend building defenses ASAP. Ben je nog steeds niet klaar? Hunt a nearby animal or monster. You can switch between items with the default key E. Make sure the rifle is equipped. Monsters are quite powerful, so don't let one approach you. Harvest the body with your multi-tool. Ammo is precious, so try to conserve it as much as possible. Consume some food. You can open your inventory by pressing I. And consume an item by right-clicking. Ik heb mijn rifle. Let's go deer hunting.
activated. Based on these readings, this planet gets visited by spaceships quite frequently. Unclear if friendly or hostile. Zijn dit rompel? Oké. Scanner kunnen we niks meer doen. Consume some foods. Zullen we niet doen, hè? Ja. 6 nearby rock formations voor copper en geos volgen en harvest minerals which are multiple. Craft dat die kolder. Dit ziet er als iets. Kom. Dat is een bladstone. Ik wil dat niet hebben, maar is dat toch aan. Ja, klopt zo. Ja, dat gebeurt. Dat is gewoon de muziek. Hey Dave. Ja, wel. Is koppen. Meer koppen. Ah! Ga je op vrees. Ja, eigenlijk wel. Rainbow Six Quarantine kwam een beetje out of nowhere. Nou, ben je een PvE co-op fan? Okay.
puts melding and decoder by a director, which will be notified when the decoder finishes. Build an energy assembler. Dan moet je naar de Twitch Prime dingen toe gaan, daar claimen. Dan denk ik, als je naar Cosmetics gaat en je checkt, tap de microtransaction stash, verwacht ik. Oh ja, prijzen heb ik nog niet naar gekeken trouwens. Wat op zich ook wel interessant is, afhankelijk van of ze datzelfde als EA Origin Premier gaan doen, is UB+. Dat weet ik niet. Of je Prime kunt halen met... Kijk, Bloodstone, Kiss of Face, Bubble Meat. Daar gaan we Bubble Meat vinden. Oh, Dusty. Sterven ook. Eens op mij afkomen en dan heel hard weg. Ja, ik denk het niet daar. Een kingscorpion. Nog. Nou, mijn inventory zit niet vol. Hoe zit het met dorst? Dat is 2 van 3. Oh. Meerdere keer van niet. Handig. Maar ik ben. Wat moet ik dan moest hebben? Bubble Hood. Een Bubble Hood zien kunnen. Vlootjes? Dat kun je met de Game Pass natuurlijk. Helemaal goed. Oh, een mooie space. Oh, dus. Oké. Dan heeft die koe een mooie balk op mijn kop. Oh, daar lopen we boven.
Ik heb aangemeld voor die Uplay Plus. Maar ik moet even kijken wat ik daarmee doe. Want 15 euro in de maand, maar 12 maanden is 180 euro per jaar. Dat vind ik een beetje te veel van de goeie. Eerlijk gezegd. Ja, is ook wel. Is ook wel. Solar system scan completed. Due to its relative young age, this sun suffers from periodic magnetic energy bursts, causing massive solar flares and intense weather conditions. Okay. In addition, the planet has its own asteroid belt. Chance of meeting asteroids in orbit and entering the atmosphere. Hi. Ja, als we hetzelfde gaan doen met als EA Origins Premier, wat ik eerlijk gezegd wel verwacht, is dat je het per jaar kunt afkopen voor 100 euro. En dat heb ik met Premier ook gedaan. Dat wil ik gewoon ieder jaar voor 100 euro afkopen, want dat is technisch gezien anderhalve game, of gezien je de Ultimate Editions krijgt, eigenlijk één game aan een tientje. Bij er al. Dus ik hoop dat ze dat voor Uplay ook doen. Nou, veel plezier, Dave. Ik ben ook wel even live. We zien om 2:30 vannacht Square Enix is. Dat is goed, jongen. Zo, zou ik het moeten hebben. Later, jongen. Tot morgen. Wacht dat het goed afgebouwd is. Decoding finished. Coding finished. Waar waren we aan het decoden dan? Hoe smelt in waar we aan het decoden? Nou, zullen we maar meteen de partenstraat gaan doen? Batteries, wat hebben we daarvoor? Bubbleboot en glowtubes. Allebei 2. Oh, nou, we hebben in ieder geval eruit. Oké. Okay. Laten we weer wat glowtubes gaan halen. En wat bubbleboot.
Number of ground units forming a raid nearby. Estimated preparation time, 3 minutes. Ja, zeg dat wel. Ik heb hier questbox en ik heb er 3 van nodig. Gem. Dit is een generator kaart, hè? Die kun je later kopen. Hey Nobelle, goedenavond. Krijg daar nog even een reet op ons dak. A ground raid is approaching your base. Uploading last known coordinates now. Recommend defensive stance. Precies aan de kant van mijn generator, tuurlijk. Completed. Multiple caves have been detected in the area. Chance of getting lost in these cave systems extremely high. Goh.
moesten meer van die cryo-moesjes hebben. Dat waren die groene stenen. Kijk of we die kunnen vinden. Nou, hier zit nog wat. Er zit 12 in. Recommend building a perimeter using defensive walls to minimize damage to critical structures. Wat hebben we voor walls nodig? Basic wall. Gewoon koppig. Oké. Doe dat via... foundation. Zou dat die zijn? Purple fungus. Nou, dat zal wel in de grotten zitten. Dat gaat me gezellig worden. Ja, moet ik ook wat in die generator in? Ja, dus. Ik heb een biomass van 30. Extra koppen hebben.
ondanks maken. Ja, even kijken voor wat meer. Kopen nog. Ja, we hebben veel space. Ja, we hebben nog veel space. Dan kun je beter de basis dichter bij de skip opbouwen. Dan kun je dat gebruiken als opslagkist. Decoding finished. Nee. Dat is 2. Oh. Dus je kunt wel kijken, maar je kunt niet staan. Top. Zo. Dan hebben we die mixwijzer nog. Purple fungus. Fungus nog zoeken. Ze hebben een idee voor. Die gaan we nog wel zo opgehoofd zien. Niet meer goed willen kunnen we nodig hebben. The decoder contains blueprints for the Tempest. If you ever want to escape this planet, building the Tempest is your best chance. Als niet via het dak kijken wat recipes zijn. Dat is een beetje jammer. Dat we weer wel zien. Oh ja. Foundation. Mixerizer. 4 fundus. Nou, eentje is goed, dus ja. Oké. Okay. Ja, oké, wel eens nog 3 paddenstoeltjes zien te vinden.
is used. Yeah. Goeie lammetjes. Oh, kijk, hier is nog één. Dat zijn er twee zelfs. Zullen we maar eentje. Jij? Oh! Wow! Oké. Oh fuck. Paddenstoel zien te vinden. Jee, paddenstoel. Mooi. Nou, gaan we een mixing bouwen. Hey Dines, goedenavond. Nog zo'n bar hebben we. Oh, kruis een bar aan de bar. Hebben wij nog. Waar kunnen we drie maken? Nou, we zullen dus nog wat hebben. Wat is dat nog? Klaar. Ja, in die maandag, ja, dan spelen we altijd een paar indie games. Decoding finished. Drugs hoeft dat weer niet. Moment, virtual niets. Tempest. Oh. Non-shallow water. Sink en toilet. Dat klinkt sowieso goed. Wat hebben we trouwens voor foundation? Staan daar rolls tussen? Ja. Decorative rolls. Window locker. Window roll. Basic roll. Geen probleem. En die kan ik natuurlijk niet plaatsen, want er wordt eerst foundation nodig. Of wat? Price flooring en pillars nog. Oh, oké. Okay. En dat was het.
Binnenkort, kijk, op ons zeg ik nou. Dat zijn 40 volts. Dat zijn er wel meteen heel veel. Dus kijk, 10 volts voor 1 kracht. Oké. Zo, kunnen we daar ook 3 pas van maken. Nou, hier moet je eerst wat op zitten. Ja, dat hebben we. 8, voor die bak. En dan moesten we nog bubbelgoed hebben. Dat zat sowieso bovenop het berg, dat weten we. Oh, we hebben nog wel dorsels. Oh, dat is beter. Dus we gaan flooring doen, pillars bouwen, pillars neerzetten met stukjes muur eraan, zo te zien en omschrijven. Dat is toch goed op, want het zijn glowtubes. Daar staat volgens mij wat dat niet. Ik zal het vorige keer niet gehoord hebben omdat het niet meer ruimte had. Hoe staan we? We zijn op dirt. Bubbelgoed 4. Naar 1, 2, 3 en er zit er nog eentje. Ja. Deze maar meteen ook even meepakken. Die stekken wel. Dus. Oh, hier hebben we nog meer bovenop. Zo. Oh, daar nog meer. En zo blijven we ook weer in nodig. December. Foundations. Zal bij 2 koppen. Oh, basic floor. Dat was maar 1 kop. Dan krijgen we 4 voor. Thank you.
Okay. An anomaly has been detected on the planet's surface. Something is giving off a strong yet unstable energy signature. Coordinates uploaded. Recommend exploration. Coordinates will expire in 50 seconds. Ik weet niet of ik dat in 50 seconden haal. We zullen eens gaan kijken. Dan lopen ze zo van die kleine appeltjes rond. Of zijn er kip? Ja, dat zijn die kleine appeltjes volgens mij. Ja, weg zijn de coördinaten. Dan laat maar. Decoding finished. To survive more than 3 days without water. Due to millennia of humans not having to just survive anymore, this number has dropped significantly to compensate for larger brain sizes. Recommend staying hydrated at all times. Bijbouwen, dat we een beetje die vast dicht hebben zitten. Nou, die losplaatsen? Nee, want die hebben pillen nodig. Wel de wol plaatsen. Verlief jezelf. Hij moet er eentje naar de wc. Hygiene levels low. Recommend building a sink whenever you have time. Hoe zit dat met die pellets?
Zo. Nou, iets van een hoes. Een foundation. Dat betekent dat ik hun dus ook niet op kan pakken om daarna het nader op te zetten. Dan raak je de materials kwijt. Dat is dan wel weer vervelend. Zou natuurlijk geen unlimited ammo hebben. Stones en een kop. Dus nou, ik weet niet of het slim is om 's nachts op pad te gaan met schorpioenen die heel dit bos in doen. Ik denk dat ik even kan wachten dat het weer verbonden is. Ja. Serieus. Zo. Hier een beetje de dikbouwen. Met spullen die we nog hebben. Even kijken, we hebben honger. En we hebben dorst. Zo. Bottle empty. Dat de helft ligt daar op scherm bij dat wit. Ja, ik moet zeggen, voor een alpha was een goede FPS, eigenlijk. De meeste games in early alpha states, FPS-wise, is een 3, maar... Ik zit op bijna 80 FPS. Waar die voor je broodjes?
Oh. Hebben aan Bloodstone. Daar heb ik Bloodstone hier de koppig. Hij is paars als je Bloodstone. Inside. Dat ziet er wel netjes uit. Het zag een beetje uit zoals van Bethesda. Ja. Als je op mixer.com/Xbox, daar is momenteel de Xbox Insider bezig. Daar hebben ze toevallig op. Staan omdat het dadelijk van Sea of Thieves wat komt. Maar een giveaway is een. Meestal bij mixen doen ze dat door het weggeven door te kijken en dan wordt automatisch daar een code gestuurd krijgt. Dus in principe, ja, ik zet het wel op het tweede scherm op. Ik krijg dadelijk weer een anomaly op 900 meter waar we 50 seconden voor hebben.
eerste jump in te bouwen. En James komt wel komen. Your actions are becoming irrational. Seek sanity boosts. Seek sanity boosts. Oké. Okay. Waar ze nemen doen we dat. Zo. Furniture. Assembler. Kavler. En dat is boarding. Wel heel veel lawaai uit. En zie production 500. Kijk, dat is mooi. Ik weet maar even dat het update is. Hoezo? Hebben ze daar iets van gezegd? Maar ja, ik heb geen geluid aan staan natuurlijk. Zo, Alt, je hebt flink gewerkt, jongen. Is dat al meteen bloodstone, anders was je open. Oh, wacht, dus die deze shit over wat hebben. Ik heb daar zo bij. Kunnen we niet opklimmen. Dingen aan het droppen. Voor mijn sanity zo. De Windows update waarin zit is nu pas in de komende insiders build. Oké. Okay. Ik ga geen insider builds op mijn PC zetten. Zowel niet op de server als niet op mijn Game & Steam PC. Gaan we niet aan beginnen. Ja, daarom. Dat ga ik niet aan beginnen. Plus, elke keer als er een nieuwe live update is, dan moet je die insider build er weer afhalen. Serieus inkomen, toch? Hey Kevin, goedenavond. Goeienacht ondertussen zelfs.
Ja, ik moet dat niet hebben. Mijn pc moet, als ik hem aanzet, gewoon werken. Ik had niet voorlopen dat ik iedere dag ga troubleshooten om te kunnen spelen slash streamen. Daar gaan we niet aan beginnen. Of kunnen we in ieder geval slapen. Is het anti-pop? Dat is een anti-pop. Dat is zo wel een pop. Kijk. Moeten we alleen kijken om die zin van elkaar te krijgen. Wat heb je nou ook erop? Deze 11. Oké. Ik weet niet, gel pouch. Er is wel iets wat groeit zo te zien. Volgens mij gaat de zon zo rond. Je hebt soms genoeg check met Windows updates? Ja. Ja, ik heb al meerdere keren een nacht overgeslagen om PC werken te krijgen. Daarom ben ik blij dat ze nu de update niet pushen meer. Of dat ik misschien niet bij de eerste wave zit. Dat ze meestal de update al teruggetrokken hebben voordat ik aan de beurt ben. Ja, de afgelopen twee keer hebben ze de update teruggetrokken voordat ik mij begon met installeren. Want nu moet je, als ze de update beschikbaar maken, moet je handmatig op bijwerken drukken voordat hij hem downloadt, zeg maar. Krijg ik mijn sanity eigenlijk omhoog? Dus laying down, bladder, hygiene, sink. Sanity regenerate automatically over time, however, at ceiling at which it stops, regenerate is depending on other needs. Ja, oké. Okay. So. Ja. Waarschijnlijk ook wat beter wordt. De sanity misschien ook een beetje omhoog gaat. Dus lijstjes liggen. Oeps. Als dat aan was liggen. Ah, kijk. Heb je nog even liggen.
Het is nog steeds donker. Nou, de resten. Ik had verwacht dat we tot de ochtend zouden slapen. If you ever find a time device, please be responsible and don't travel back in time to avoid the crash. Otherwise, you would never discover this planet and the time device itself, creating a potentially dangerous bug in the space-time continuum. Okay. Oh, en rest totdat de rest voorbij is. Dat is het. Daarom doet hij het niet. Dan gaan we gewoon zo liggen. Kijk, meteen even naar de wc. En we zien toch nog even wat het is. Mijn lijstje was ook goed. Hoe dan niet zo? Moment. Ik ga zelf het huis ook naar boven. Ik ga nog maar even liggen. Wij moesten gelboutjes vinden. Ik weet alleen niet waar ik die ga vinden. Ik moet nog maar 16 gems verzamelen. Ik zal er denk ik een hele hoop hebben van die je nodig hebt. Meestal is op het einde van de act, als je met een van die NPC's praat, kun je de gems van die act kopen, Mark. Dus dat is ook meer met betrekking tot die reward, zeg maar, die je nodig had, wilde hebben. A shower has been detected on the outer edge of the atmosphere, which should be visible to the naked eye. Yeah. The sight of such a rare, natural event should put everyone in a good mood. Althans,
Heb je researched? Wat is hier? Wat kun je zo planten? Oh! Wacht even, laten we dat even doen. Oh, had je trouwens die aankondiging gezien, Tinus, van de nieuwe Xbox Elite controller? Zoiets heb ik. Nog 8. 1, 10. Maar dat gaat niet zelf. Oh, daar heb ik ongestopt gekocht. Generator zit ze nog bij of hier. Zo. Nou, die zoek naar gelpootjes. Waar zijn waar de hel ga ik die dingen vinden? Het was in ieder geval een land hadden ze het over. Het is bijna overal te vinden op de planeten. Bijna op iedere planeet. Alleen ze weten niet waar het vanaf komt. Reminder, you are not the only one searching for the ancient treasure. Gelpootjes. Ik zit niet echt aan het bomen of iets dergelijks, waardoor ik zo zeg van ja. Dan kan ik dat wel eens vinden. Zou dat misschien van die paddenstoelen afkomen? Nou, eens kijken als we die eentje kapot zien.
kunnen we niks mee. Huh. Oh, dat is een bullet. Ik ben erover na te denken om die Elite versus 2 te halen. Lijkt best handig al. En kom ik niet bij die 2 A4 achterknoppen. Ja, maar dat kun je helemaal uitwisselen. Maar meer de claim die ze maken van 40 uur op 1 charge gamen. Dat vind ik best wel een bold claimant. Of een. Nogal een bold statement. Niet de bathroom. Nee. Hier gaan we met 20. Ah, fijn dat we toch al op 0 zetten, dus dan hebben we daar geen last van. Dat is waar. Ik heb geen idee waar ik de gelpootjes moet vinden, eerlijk gezegd. Ik wil wel heel veel wolven. Dus ik moet even voorzichtig gaan kijken. Ik denk dat ik ga kijken voor die controller, kijken hoe het is, aangezien ik heel wat met controller speel. Ja, in jouw geval zou het geen verkeerde oplossing zijn. Day 5 since you crash landed. Your chances of survival slightly improved from 5% to 15%. Ah, dat is goed op te horen. Nou, maar die gelpootjes kon vinden. En onze hygiene konden werken. Het zou geen onbehoorlijk luxe zijn. Oh shit. Ja, vooral het stuk zwaarder lijkt me. Ik wil alleen race games en flight games met de controller. Of soms Sea of Thieves. Ik wil eigenlijk helemaal niets met controller. In ieder geval nu wel om te mijnen. Als we het weten. Alleen. Ik heb niks gezien waar we gelpootjes vinden. Nee, inderdaad. Voor jou is het geen andere optie. Een 40 uur op een charge, de knoppen zo instellen zoals jij ze wil hebben. Wat voor jou ook geen overbodige luxe is. Dan nu een thumbstick van maakt of een D-pad. Dat kun je allemaal uitwisselen.
ja, ten opzichte van een gewone controller van 16'tjes is dat wel even wat anders. Dat ben ik met je eens. Access items. Mijn vraag is hoeveel kan daarin? Nou, dat liep eens eentje af. Dan gaan we eens even kijken. We zijn wel dusty. En dan zullen we wel meenemen. Zijn pillars. En zo we spullen doet. Beetje koppig. Kortstroom. En nu zijn we ook nog. Kortstroom. En hier ben ik op huis natuurlijk. Dus dat is niet heel erg veel, eerlijk gezegd. En ik heb ook nergens gelpootjes gewonnen. Zo, mooi even slapen. En dan gaan we deze ook eens even zeven. Zo. Dan gaan we nog eens een andere indie bekijken. Ongedierte vandaag. ach, ik heb toch tot 9 november of 4 november voordat jij komt. Oh, in ieder geval nog even sparen. Toch? Ik moet zeggen, Kaya zit potential in. Aangezien dit nog een alpha is. Ja. Je ziet daar wel potentie in. Ik ben benieuwd een paar patches hoe die dan is. Dan gaan we nu deze eens doen. Van de put op de tong. Of op een dashboard boven. Lijst dat. Nee. Zet dat niet in. Ah.